Nou, in de vorige video het type te hebben veranderd van type GET naar type POST voor onze API Endpoint kwamen we erachter dat deze niet meer te testen is via de browser. De route slash endpoint kan dan niet meer gevonden worden. En dat komt omdat een browser standaard een GET request doet als je hier een URL invult. Nu is een browser sowieso niet de beste manier om je API Endpoints te testen. Daar hebben we een hele mooie tool voor, Postman. Je kunt hem downloaden via de link onder de video. En als je hem al gedownload hebt, kun je via het plusje een nieuwe sessie aanmaken. En via daar kun je bepaalde typen requests simuleren. Je ziet u hier nu een get staan. Daar gaan we een post van maken. En nu gaan we nog een keer proberen diezelfde URL aan te roepen. En kijken of we nu wel een reactie krijgen. Ik ga op send drukken. En nu zie je weer dat we dat bericht krijgen wat we eerst ook bij die get krijgen. Dus het werkt weer. Of tenminste, we kunnen weer testen. Wat nu uiteindelijk de bedoeling is, is dat we data mee kunnen geven aan deze API-endpoint. Waar we dat met een get dan in de URL deden, om bijvoorbeeld een specifiek concert op te vragen, doen we dat via een post-request via de body. En daar kun je het tabje body voor gebruiken. Dan kun je de volgende methode voor gebruiken. Dat simuleert eigenlijk dat een gebruiker een formulier invult en dat er op verzenden wordt geklikt en dat dus de API endpoint wordt aangesproken, wat we dus later zelf in de frontend gaan doen. Maar voor nu kunnen we het hiermee testen. Met die key values kun je alle eigenschappen van een concert invullen die we ook in onze user story hebben gedefinieerd. Dus ik ga hier wat testdata invullen. We hadden de name, we hadden de maximaal aantal tickets noem ik max tickets 2000 en we hadden een date ik ga ik eventjes meteen in een goed formaat invullen dat ik ook weet dat het in de mysql straks goed gaat waar we zo mee bezig gaan dan kunnen we nog een keer op send drukken dan wordt het dus meegestuurd maar we krijgen nog steeds hetzelfde bericht terug dat komt omdat wij verder in de logica van de API nog geen wijzigingen hebben gemaakt wat we eerst zagen is dat we met een get request via rec.params.bot.id Konden printen wat er werd meegestuurd in de URL. Kunnen we nu via req.body.name bijvoorbeeld uh, de naam printen? Maar voor nu ga ik even alles printen zodat we de hele body kunnen zien. Gaan we nog een keer een request sturen via Postman en nu zie je dus dat al die key values netjes doorkomen. Dat is natuurlijk een beetje onzinnig hè. Om nog een keer te printen wat er opgestuurd werd, dus je voelt er misschien al aankomen. Dit willen we in de database gaan zetten, deze specifieke waarden. Dus daar gaan we zo meteen logica voor schrijven, hier binnen deze endpoint. Maar het kan heel handig zijn om eerst een tabel aan te maken voor deze waarden. Dus ik ga naar MySQL Workbench toe en wat ik gedaan heb, ik heb de volgende SQL al uitgevoerd. Een Tabel in pad -PIM, dat is mijn lokale database. Jullie zullen waarschijnlijk de pad Cloud gebruiken ofwel of een eigen lokale database. Een tabel concerts met een ID, auto increment, name, max tickets en date van type date. Primary key ID. Dus die heb ik al aangemaakt. Die staat nu tussen mijn tables, concerts. En die is eigenlijk ready om data in te inserten. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Daar gaan we nu logica voor schrijven in de JavaScript. Ik ga dit stuk ga ik, uh, weghalen. Binnen het framework zit een zogeheten database helper. En die database helper die kunnen we in een class zogeheten requiren. Ik ga een attribuut aanmaken. Database helper is require en dan zeg ik framework utils database helper. En zo hebben we dus een instantie van de database helper die wij voor jullie geschreven hebben. Nu kunnen we dus binnen die post kunnen we die waardes die in de body zitten verwerken in een query. Ik ga eerst een try-catch maken voor de, voor de query zelf, mochten we foutmeldingen hebben. Dus ik ga eerst een try-catch maken. En binnen die try-catch ga ik zeggen: dis.database helpen, waar we net een instantie van hebben aangevraagd. Punt. En dan zie je al staan: handle query. Dan kunnen we een object daarmee geven, accolade openen, accolade sluiten. Met twee key-value pairs: de eerste is query. Daar zet je de query neer en dit is heel erg vergelijkbaar met fish. Insert into concerts en ik wil alleen de name max max tickets was het en date wil ik inserten values vraagteken 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 tegen SQL injection. Nu voel je me aankomen. Bij values gaan we dus aangeven wat er op die, bij die vraagtekens moet staan. En daar kunnen we dus zeggen rec.body.name. Rec. max tickets Let's, Even kijken of we het echt zo genoemd hebben, max-tickets. Ja, max-tickets hier ook en in de database ook. Ja, gaat helemaal goed. En rec.body.name date. Dan zie ik nog wat we hier een komma zijn vergeten. En zo hebben we de basis van de query hebben we staan. Dus ik ga dit eens proberen. Server is niet meer crash, server draait. En ik ga nu nog een keer een request sturen. We zien verder geen logging of wat dan ook als het lukt. Maar we kunnen wel in de database kijken of er een record straks bij is gekomen. Dus ik ga nog een keer dit request uitvoeren: send. En dan zie je dat die blijft hangen. En dat klopt, omdat dit een asynchrone functie is. En wij zeggen voor de rest geen await of, of dat hij daarna moet stoppen. Dus hij blijft hangen. Dat klopt. Tegelijkertijd zien we wel dat er gelogd wordt. Insert ID 4. Dus er wordt wel degelijk iets geïnsert. Gaan we ook even verifiëren in de database zelf. Select all from concerts. En dan zie je die vierde. Ik heb zelf daarvoor al drie test lege dingen aangemaakt. En daar zie je dus die vierde. Met onze ingevulde waarden die we ook dus hier invullen. Vul, vul ik hier nou wat anders in. 5000. En dan iets anders. Zo. Een andere datum. Dan moet ik deze even cancelen. En dan doe ik nog een keer cent. Blijft hij wel weer hangen vanwege het asynchrone verhaal. Als we deze nog een keer refreshen, dan krijgen we ook de Symfony 1 5000 en een andere datum. Dus dat is heel mooi, dat gaat al goed. We moeten nog een klein stukje afhandeling bijschrijven om het helemaal werkend te maken. Dus gaan we terug naar IntelliJ. Het eerste is dus dat vast blijven hangen. Dit is een asynchrone functie en nu hebben we geleerd dat we via await kunnen wachten op dat resultaat. Ik ga nu zeggen const data is await en dan die database query. Gaat hij dan wel zeuren over dat kringeltje? Nou, dat kennen we ook. Hè? Als we dan die await, await gebruiken, moeten we een async function maken. Nu zou je zeggen, oh, dan moet hij hier die async. Maar dan blijft hij nog steeds rood. En dat komt dus omdat hier ook een functie in zit, namelijk die callback functie. Dus hier moet je die async op zetten, niet op deze. Die is niet nodig. Dus al weten we op de data, dan ga ik het volgende doen. If. Data.insertid, als die er is. Die zagen we hier, hè, die insertid. Als die er is. Dan zeg ik res.status. En nu komt er ook iets nieuws bij. We gaan een statuscode doorgeven, een zogeheten HTTP-statuscode. Nou, normaal zou je zeggen 200, uh, dat het goed gegaan is. Maar het is een beetje herhalend om continu die 200 en andere codes elke keer apart als soort van magic number op te schrijven. Daarom zit er ook in het framework zit er een uh, HTTP error code. En daar kun je dus al je error codes toevoegen, ook als je er meer krijgt. En die kunnen we dus continu herbruiken. Dus wat we net deden met die database helpen requieren, gaan we nu dus die HTTP error codes requieren. En die noemen we ook eventjes HTTP error codes. Zeggen we punt. HTTP error code. Nou, dat komen we overal bij, dus ook de HTTP OK code. Oké, is helemaal goed. En dan zeggen we punt JSON, want we zullen een stukje JSON terugsturen. En dan zeggen we ID is data insert ID, zodat ook de frontend weet dat er een uh, ID geïnsert is. Dat moet ik wel netjes in een object zetten omdat het JSON is. Dus dat is goed. Dan gaan we nog een keer het request testen. Kijk wat er gebeurt. Dus ik ga weer naar Postman. Ik ga weer op send klikken en nou zie je dat hij niet blijft hangen en dat hij netjes nieuwe ID teruggeeft. ID 6, nou, ID 7 en dat loopt dus automatisch op door die auto increment. Dat is hartstikke mooi. Dan is er natuurlijk altijd nog een kwestie dat er iets fout kan gaan. Ik kan bijvoorbeeld namelijk een verkeerde tabelnaam opgeven. En dan kan ik wel een request gaan doen. Maar dan zie je ook die blijft hangen. Omdat de backend er gaat iets mis in, dan krijgen we een foutmelding. Dus ik helemaal naar onder scroll. Error no such table. Maar er wordt voor de rest niks aan foutafhandeling gedaan. Nou, daar is dus die catch voor. Dan kunnen we nu zeggen res.status en dan zeggen we this.http error code, niet de hashtag vergeten. En dan punt request code. .json. En nou is het belangrijk dat je hier altijd reason neerzet als key, want die gebruikt de frontend namelijk ook om te kijken van hé, hey, als er een reason is, dan ga ik die in ieder geval loggen. Dus zorg altijd dat hero de index reason heet, of de key. En dan zeg je hier e. Hey. Dus dan geef je de error die je in de catch krijgt, geef je hero mee terug voor nu. Je zou daar ook later wat meer logica voor kunnen schrijven om een wat algemenere foutmelding te kunnen tonen. Maar nou wordt eigenlijk rechtstreeks deze error doorgegeven aan de frontend. Dus dat kunnen we ook nog even testen. Ga ik nog een keer send doen. En nou zie je dus dat we deze error terugkrijgen. Netjes in JSON. Dit was hem. Dit was het backend gedeelte. Dus we hebben het hele backend stuk hebben we geschreven. En nu is het een kwestie van de frontend maken. Die, oh en ik zal mijn mistake nog even fixen. Nu is het een kwestie van de frontend maken. En uh, ja, dan een... Request sturen naar de backend in plaats van via Postman, dus dat gaan we doen in de volgende video's.